Hoe betrekken we de jongere generatie bij het meedenken over beleid en regelgeving? Wat voor nieuwe innovaties je zou kunnen doen om een plek veiliger, prettiger, et cetera te maken. Dus extra grote reden om jongeren naar de stembus te lokken. Maar hoe doe je dat? Dus we hebben bestaanszekerheid nodig voor het realiseren van meer democratische betrokkenheid. Maar we hebben ook democratische betrokkenheid nodig voor het realiseren van meer bestaanszekerheid. Dus zoek naar de plekken waar de mensen zijn en bevraag hen daar op wat ze nodig hebben.